Ik ben Bianca en ik kom uit Drunen en ik ben moeder van 1 dochter. Ik ben werkzaam op de Rode Loper in Kaatsheuvel. Dit is een dienstencentrum waar iedereen eigenlijk welkom is. Maar aangezien de corona is, mogen de mensen vanuit de wijk eigenlijk op dit moment niet komen. En werken we alleen met mensen met indicaties. Vanochtend bij het openen van mijn mailbox toch het bericht gekregen met het vriendelijke verzoek om vanuit de intensive care om extra te komen werken. Om en tijdens de feestdagen. Dit is een verzoek, maar het doet me wel schrikken. Het verbaast me niet, want de werkdruk is gigantisch. Het aanbod van patiënten is heel hoog. Ja, voor mij toch wel ingrijpend. Het knaagt een beetje aan je geweten. Ga je werken, want je wilt toch zo goed mogelijk voor die patiënten zorgen en je collega's helpen. Of kies je voor je gezin thuis, hè? Om daar een keer bij te zijn. Dit is gewoon als je het puur zang bekijkt, een roosterprobleem. Dus van een verplichting kan geen sprake zijn. En dat is dus ook niet het geval. Dat wil ik nog even benadrukken. Ik had mezelf zo hard beloofd om niet opnieuw 40 à 50 uur te gaan maken deze golf. Maar ook er thuis te zijn voor mijn gezin. Maar het is zo moeilijk als je aan het werk bent en zulke schrijnende situaties ziet. Waarbij mensen overlijden of familie die niet op bezoek kan komen omdat ze zelf ook corona hebben. En dan denk je, ja, mijn collega's zijn ziek, wie moet er dan voor die mensen zorgen? Dus dan gaan we maar weer. Tot op het moment dat mijn dochter weer tegen mij zei, mama, je mag niet weggaan. Ga je nou alweer? En die dilemma's vind ik wel echt heel erg moeilijk, omdat je wil en er thuis zijn. Maar op je werk op dit moment is het zo belangrijk om er ook te zijn. Hier achter mij wordt heel hard gewerkt aan dennenappels voor de kerst. Dames, kunnen jullie je dennenappel even omhoog houden? Dat wij even kunnen zien. Kijk eens hoe mooi. Ik ben nu op het gehoord. De afdeling waar coronapatiënten verpleegd worden. We maken van allerlei situaties eigenlijk mee. Patiënten die weer terug naar huis gaan. Maar het gebeurt ook dat patiënten overlijden. En zelfs dat mensen bewust kiezen om niet meer verder te willen. Ik ben onderweg naar mijn collega Roel. Die zorgt vandaag voor een patiënt die een bewuste keuze heeft gemaakt. En die gaat jullie daar meer over vertellen. Om aan deze wens te voldoen hebben we deze mevrouw aangemeld voor een plaats in een hospice. Mevrouw is echter dusdanig tevreden over onze geboden zorg dat ze ervoor heeft gekozen om hier bij ons op het cohort te willen sterven. En dat zijn de momenten waarop woorden ons tekortschieten en we het als een groot voorrecht zien om mevrouw hierin te ondersteunen. De zorg gaat altijd door, alleen het zorgpersoneel is erg moe, heel moe.